Suriname kent nog geen wetgeving op het testen van cosmetische producten. Dit terwijl er een heleboel verschillende producten op de markt zijn. Maar of die goed zijn voor haar en huid is nog maar de vraag. Dermatoloog Karin Silpersat benadrukt dat zowel chemische als natuurlijke producten eerst goed getest moeten worden alvorens die in de schappen liggen. Logisch iets is dat er ook geen regelgeving voor is. Als er in het buitenland een vaste regel is, die dingen moeten eerst getest worden voordat ze bij de consument terechtkomen, dan is men verplicht deze stap te doen. Maar zover ik weet is er ook geen regelgeving in Suriname die iemand verplicht om eerst adequate testen te doen, eventueel een dermatoloog erbij te betrekken om te kijken of de dingen werken of niet. En of ze bijwerkingen hebben of ongewenste effecten hebben op mensen. En zelfs als ze werken, want bijvoorbeeld er zijn een heleboel middelen die voor bleken gebruikt worden of zo. Maar we kunnen niet bewijzen of ze werken. Claudette Liefden van J. De Lies Beauty Salon and Cosmetics is trigoloog. Een in haar ziekten en haar afwijkingen gespecialiseerde dermatoloog die ook verbonden is met de cosmetologie. Zij geeft aan dat het belangrijk is om de juiste formules te gebruiken bij het vervaardigen van cosmetische producten. Waaraan er zeker ook aandacht besteed moet worden, zijn de hygiënische voorschriften. Kun je een natuurproduct het beste gebruiken door er hygiënisch mee om te gaan? Het moet ook hygiënisch vervaardigd worden. En daarom is het ook belangrijk dat je werkruimte hygiënisch is. Het moet elke dag netjes verzorgd worden. Als ze dat product zien, wij hebben de gewoonte om te willen ruiken aan een product. En dat is niet slecht. Ruiken, willen voelen, proeven, en hebben testers. Want onze potjes worden niet geopend, zodat je dan erin dat je praat. En dat die micro-organismen dan gelijk in dat product terechtkomen. Maar dat niet alleen. Ook moet je niet in natuurlijke producten gaan met je vingers. Omdat onze vingers altijd vies zijn. Dus dan is het een voedingsbodem eigenlijk voor bacteriën. Alvorens gebruik te maken van cosmetische producten is het goed om eerst te weten om welke huidtype het gaat. Niet alle producten zijn geschikt voor bijvoorbeeld de droge huid of de gevoelige huid. Zo heeft ook de vettige huid een heel andere aanpak. Kortom, hoe de huid reageert op een bepaald product of merk hangt af van het huidtype. Iedereen heeft verschillende huidtypes. Het is heel belangrijk om te vragen aan een schoonheidsspecialiste, een goede schoonheidsspecialiste, wat voor huidtype je hebt. Heel veel mensen hebben gemengde huid. Het is meestal hoor, zo dat je gemengde huid hebt. Sommige mensen hebben ook echt een hele vette huid of een hele droge huid. Een hele vette huid die heeft vaak wel echt veel meer kennis nodig. Dus je hebt veel meer kennis nodig om die goed te behandelen. Omdat dat vaak die huid heeft vaak de neiging om puistjes te krijgen en ontstekingen te krijgen. Het is goed om je te laten adviseren. Er zou aan wetgeving gewerkt moeten worden om alle huid- en haarproducten eerst goed te laten onderzoeken voor gebruik. Eigenlijk wat ik zou zeggen voor alle nieuwe cosmetica, vooral als je gevoelige huid hebt, zou je dat eerst in zo'n monstertje moeten vragen. En dan doe je voor jezelf een test of je er tegen kan. Dat kan op de elleboogsplooi kan je dat smeren. Een periode van 2 weken, 1 keer per dag. Dan laat je maar een paar uren zitten erop. Als je goed er tegen kan, dan kan je het gebruiken.